Ja, en terwijl het eind nog niet in zicht is, we moeten nog weer geduld hebben, moeten toch nog binnen blijven, hoor je toch steeds meer mensen die zeggen van ik maak van de noot een deugd. Ja, dankjewel Gutti. Ik maak van de noot toch een deugd. En dat is natuurlijk ook wel de oplossing voor de nood een deugd maken. Dus je hebt mensen die, we hebben het er wel eens over gehad, die thuis gaan opruimen, heel belangrijk. Of restaurants die ineens dus aan de bezoekers, aan de klanten, gewoon aan het restaurant gaan leveren. Dus je kan niet meer in het restaurant zitten, maar je kan wel een lekkere maaltijd. En het is goedkoper, is dat dan ook nog, kan je daar wel bestellen. En mensen die dus inderdaad gaan schrijven, die gaan schilderen, gaan dichten en ook tot zichzelf komen. Dat is ook belangrijk, hè? Want je merkt wel ineens hoe gejaagd we altijd geleefd hebben. Dat we, je moet weer vroeg op, dit moet af, dat moet af, je moet weer met die praten, je moet die weer omhelzen, je moet die tante weer bekken, je moet dit weer zus en zo. En het gaat maar door al die verplichtingen. Wat hebben wij toch ontzettend veel verplichtingen in het leven. En ineens heb je crisis en misschien ook wel armoede, dat is natuurlijk de andere kant. En ook spanning en angst en misschien ziekte in je omgeving, maar ook ineens een heel ander leven. Je krijgt een ander leven gewoon in je schoot geworpen. Je krijgt onverwacht een ander leven in je schoot geworpen. En je kunt dan agressief worden. En dat moet van mijn schoot af. Weet je wel, zoals mensen met een hele lieve poes. Er komt een hele lieve poes op je schoot. En sommige mensen zijn meteen geïrriteerd. Ga van mijn schoot af, poes. Vanuit, schoot, zo doe je het erop. En zo heb je ook dit wat ons nu overkomt. Het overkomt ons allemaal. Over de hele wereld overkomt het je. Dat je het in je schoot geworpen krijgt. En dat je het aanvaardt. En dat je denkt dan, ja, ik maak van de gelegenheid gebruik. En ik ga op een andere manier leven. En ook na de coronacrisis blijf ik op een andere manier leven. Ik blijf af en toe stilstaan. En ik blijf af en toe even nadenken. Even het over me heen laten gaan. En ook, en daar zijn we nu weer mee bezig, de problemen van je af laten glijden. Even geen nieuws. Ofwel kijken, maar denken van, nou ja, het zal wel. Eigenlijk is het elke dag hetzelfde, het zal wel. En het wordt beter, langzamerhand wordt het beter. En we kunnen al verlangen naar de lente. Tenminste, het is lente, maar naar de zomer kun je verlangen. En naar de vrijheid. Maar nu gewoon even rustig aan slaap denken. En we hebben het gisteren ook gehad over flauwe gedichtjes, om gewoon daarin te oefenen. En echt gedichtjes waar je voor schaamt. Ik had het gisteren over, ik zit in een natte put en ik heb zin in een natte. En ik kwam niet op het woord, ja, wat op een woord, wat ruimt er nou op put? En nou heb ik, dan merk ik ook wel dat jullie luisteren intens. En ik heb echt zo het idee dat we bij elkaar horen. En dat het zin heeft dat ik tegen jou praat. Wilbert Schouten, die komt met een gedicht, ook een heel mooi gedicht. Er was eens een timmerman zonder fut. Hij wilde wat bouwen en dacht aan een hut. Hij was moe en dacht, wat is het nut? Al die tijd en moeite en getut. Hij zei, ik ben toch een kerel en ik ben toch geen trut. Ik pak de hamer en al mijn geschut. Ik begin gewoon te bouwen, ook al voel ik me kut. Ja, dat was het woord natuurlijk. Dat had ik gisteren moeten, daar kwam ik niet op. Ja, wat erger, hè. Dat heeft misschien met Calvinisme te maken, dat je daar dan niet op komt. En Margot Pesi had ook een leuk gedicht. Gut o gut, ik kruip nu in mijn hut. En Ingrid Bovet ook, wie is er al blut? Maar zo, en dat kun je thuis ook, kun je echt heel
hele flauwe gedichtjes. En als je met iemand bent, dan kun je dat voor het slapen gaan tegen iemand zeggen. Ik heb nou toch zo'n flauw gedichtje. En dan kan je een beetje lachen. Een beetje lachie. En dan lekker slapen. En als je alleen bent, dan kun je voor jezelf ook allemaal flauwe gedichtjes bedenken. En dan val je vanzelf in slaap. Het einde is nooit zoek wat dat er gaat. Nou, gaan we lekker slapen. En dan kom ik morgen weer terug. Hè. Lekker slapen. Alles van je af laten glijden. Het helpt toch allemaal niet. Welke problemen je ook probeert te verwerken.